Mr. Ajax natuurlijk aanwezig. Zoals altijd hier op de toekomst. Brian Brobbey. En het staat vandaag allemaal in het teken van de man die zo jammerlijk getroffen werd door die hartstilstand. Nouri. De spelers van dit Ajax onder 17 hebben daar ook uitvoerig al bij stilgestaan. Bij de doelpunten die gemaakt werden tegen Anderlecht. De eerste diepe bal van Univar snel. In één keer goed gereageerd. Afvallende bal voor Gravenberg. Mooie elegante voetballer. Bal vrijgemaakt. Nou, probeer het dan maar echt. Prachtig! Oh, dat scheelt maar heel weinig. Op Ajax was hij heel snel op voorsprong gekomen. Gravenberg, Univar, Brobbey. Komt tot draaien en schieten. De redding is daar Fisiano. Wordt in één keer voorgegeven. Univar. Meteen terug van Douglas. Goed gevoetbald door Ajax. Buitenom Douglas. Univar. Weer buitenkantje voet. Oh, lekker zeg. En Brobbey komt daar hoger dan Götze. Ajax verzuimt voorlopig om zichzelf te belonen. Marco Fonte op Penner. Ruimte lichter op links, maar daar is de kordate ingreep van Taylor. Dan zijn er wat spelers van Juve voor de bal. Taylor. Goed meegegeven op Sint. Sint nu in de loop. Moet die voorzet goed zijn. En daar is de kleine Univar, notabene. Ja, hij maakte er al een paar met de voeten. Het zou er wat zijn als hij hem hier ook met het hoofd had gemaakt. Leon. Het eerst dat hij zich meldt op het middenveld. Daar gaat Petrelli en de vlag blijft naar beneden. Dit is het gevaar. Oh, en dan is daar toch Reiziger. Dan laat Petrelli een kansje liggen. Dat heeft hij nog niet gedaan in deze Future Cup. Die ingreep van Jurien Timber. Ja, die kan je voet gegeven. Bal blijft keurig binnen op zijn tweelingbroer. Quinten Timber. Quinten Timber. Wacht lang. Wacht een beetje te lang. Gravenberg. Al te veel onder het lichaam. En dan valt hij goed voor Univar. Ja. Dit is een fenomeen in de top. Nummer 4 voor de pas 14-jarige Nasi Univar. Die vorige week zijn debuut mocht maken in het Ajax onder 17. Onthoud deze naam, Nasi Univar. Univar. Gravenberg, net niet bereikt. Er zat net even te weinig vaart. Goed drukzekker Sint, krijgt hem meteen terug van Brobbey. Sint voor Ajax de tweede. Nee. Ja, het is het opjagen wat Ajax telkens goed doet. Hij gaat de eerste paal, boys. De eerste paal. De allereerste paal. De organisatie op orde krijgen. Reiziger bokst. Afvallende bal, Leone. Weggehaald. Is net voldoende, maar hij is er nog niet onder de druk vandaan. Klopt was overigens. Maar hij is gewoon van Gelder. En nu is hier Univar op Brobbey. En Sint is helemaal vrij. Brobbey, gaat hij voor eigen succes? Ja, dat doet hij. Hey, toch op Sint. Oh! En het is niet de 2-0 voor een leeg doel. Is dit heel ongelukkig van Vinicius Sint. Prachtige versnelling van Brobbey. Omspeelt Adamoli en is dan niet zelfzuchtig. Wat van belang is, is ook nog wie wordt de topscorer van het toernooi. Er zijn nu meerdere spelers die op 4 staan, onder meer Brobbey. Hier is hij aan de bal. En ook Petrelli en dus ook Univar. Dat zijn de 3 die in ieder geval nog kunnen scoren in dit toernooi. Daar is Brobbey. En daar, oh, met de hak. Daar is hij niet toch hard gemaakt.
in te timmen. Een Van der Vaartje bijna. Gravenberg. Sint. Gravenberg. Flauwe voorzet. Odovar! Nou, hij staat op punt om gewisseld te worden. En neemt dan afscheid met een formidabel tweede doelpunt. Zijn vijfde van deze ABN AMRO Future Cup. En daarmee is hij ook topscorer nu van het toernooi. Het is een ongelukkige voorzet van Sint en dan klutst hij lekker voor de voeten van Unova. Wat een klasbak is dat, zeg. Een klein kwartier nog heeft Juventus om iets te doen aan deze 2-0 achterstand. Brobby. Nog even op Quinten Timber. Brobby. Gestuurd door Ciano. Telen van Gelder. Nou, mag zomaar wegdraaien. Telen. Brobby wijst, wil hem graag hebben. Gaat naar Gravenberg. Voor nummer 3. Nee. De paal. Bijna was dit het toetje voor Ajax in deze finale. En dan is het gedaan. Applaus voor Ajax onder 17. Het prolongeert. De titel is opnieuw winnaar van de ABN AMRO Future Cup. En hij is de man van deze finale. Met 2 doelpunten. Nassi Unuvar. Ajax dus opnieuw winnaar van de ABN AMRO Future Cup. En nogmaals gezegd, dit is een prachtige selectie spelers waar men in Amsterdam nog heel, heel veel van kan gaan genieten.